Jongens waren het, mannen zijn het geworden. In Nederland weet bijna niemand meer van de vredesmissie in Libanon. Maar deze mannen herinneren het zich als de dag van gisteren. Maar dit gebouw, dat zie je hier nog gewoon, hetzelfde plekje. Dat is hier, exact hetzelfde plaatsje. Deze blauwe poort is daar op de hoek. Dit is de radiokamer en de uitkijkpost. Die zit nog boven op het dak. Dit is André Matthijssen. Terug, 37 jaar later, op de plekken waar het oorlog was. Als je 18 jaar bent en je moet met zo'n panzervoertuig het gebied in omdat er stond aan de knikker is, dan kom jij op plaatsen en dan zie je dingen die je als normale 18-jarige niet altijd ziet. Vaak zijn er prachtige herinneringen aan de diensttijd. Voor anderen is het moeilijk, maar daarom zijn ze hier. Om erover te praten en om nog één keer de laatste eer te bewijzen. Hier op post 713 Bravo komt op 19-jarige leeftijd Jan Voiting op 5 oktober 1983, net voor 12 uur in de middag, om het leven. Bedankt Jan voor alles wat je voor ons, voor ons land en voor de vrede met zoveel inzet hebt gedaan. Zo'n reis terug in de geschiedenis kan pijnlijk zijn, maar er is ook geluk, zoals hier, het weerzien met de bevolking. That's me, from 35 years. I am now 43 and this picture is for me. Iedereen heeft de foto's van toen bewaard. De plek, de inwoners, ze zijn veranderd, maar de herinneringen zijn vers. Ja, waarom? Je hebt toch een, bepaald gedeelte van je leven heb je doorgebracht. Ja, heel belangrijk. In de bus worden de 40 veteranen door het gebied geleid. Van post naar post, van herinnering naar herinnering. Het staat in je geheugen en daar zal het ook wel altijd blijven. Als je zo'n missie hebt gedraaid, laat het jou niet los. En voor de dienstplichtigen die hier in Libanon gelegerd waren, zij voelen zich in Nederland soms bijna vergeten. En daarom zijn ze op zoek naar erkenning hier in Libanon. En die vinden ze bij de Libanezen en vooral bij elkaar.